Intracto is een bedrijf dat ondertussen 12 jaar actief is en bedrijven, merken, organisaties helpt om op een succesvolle manier, dankzij de nieuwe digitale kanalen, zaken te doen. De voorbije jaren hebben we het geluk gehad snel te kunnen groeien. En wij zijn ervan overtuigd dat dat mede is dankzij het feit dat wij de moeite doen om onze klanten en hun businessmodel te begrijpen. Door hun businessmodel, hun aanpak en hun bedrijf leren begrijpen, zorgen wij ervoor dat we oplossingen op maat kunnen voorstellen die achteraf ook een resultaat halen. We hebben het geluk gehad als bedrijf de voorbije jaren een mooie groei te kennen. Om die groei te bestendigen en eigenlijk zeker te zijn dat we morgen geen terugval kennen, doen we echt beroep op ons campusbuikgevoel. Vinger aan de pols, voelen elke hoek van de organisatie dat we gezond en goed bezig zijn. Hoe we het ook draaien of keren, onze organisatie bestaat uit mensen. Mensen zijn en maken Intracto. Onze collega's zorgen mee voor onze groei. Om hun centraal te stellen, hebben we echt een heel uitgebreid HR-beleid ontwikkeld. Een HR-beleid dat er volledig op gefocust is te investeren in de kennis, het doorgroeien en het ontwikkelen van talent binnen ons huis. We zitten niet in een hippe stadskern zoals Antwerpen, Brussel of Gent, waar de meeste van onze collega's zitten, maar hebben we heel bewust gekozen voor Herentals als uitvalsbasis. Ergens in het midden van het groen, waar we een heel aangename grote omgeving hebben ontwikkeld, een eigen campus, waarnaast kantoren, opleidings-, seminarieruimtes, restaurant, café enzovoort aanwezig is. Die campus, midden in het groene Herentals, zorgt ervoor dat onze collega's ver weg van alle drukte met een heel grote focus mee kunnen bouwen aan ons verhaal. Het winnen van een Loon Award geeft uiteraard niet alleen voor mezelf, maar eigenlijk voor het hele team weer een enorme boost om er weer stevig tegenaan te gaan. Erkend worden voor de inspanningen die we leveren, hier in onze ruime regio, dat is gewoon enorm tof.